Goedendag, achter mij de pluim voor de komende periode. En wat we dan direct zien, is dat winterweer voorlopig niet aan de orde is. Dit is de 0 gradenlijn en vrijwel heel de pluim ligt daarboven. Kortom, wintersweer, dat lijkt allemaal ver weg. Maar dat wil niet zeggen dat het ook geen bijzonder weer wordt, want dat wordt het zeker wel. In de tweede helft van de week wordt het weerbeeld zeer onstuimig. Daarvoor pak ik eventjes de weerkaarten van het Amerikaans model erbij. En dan zien wij, als we naar de woensdagavond kijken, een lage drukgebied ten noordwesten van Schotland. En dat lage drukgebied dat is de opvolger van Storm Corrie, want dit is Storm Dudley. De Engelse weerdienst heeft inmiddels deze depressie een naam gegeven. Omdat ze verwachten dat in Groot-Brittannië er heel veel slecht weer gaat komen. Met name heel veel wind door dit lage drukgebied. En storm Dudley trekt naar het oosten. Als ik de animatie aanzet, kunnen we dat mooi zien over de Noordzee richting Noorwegen. En dat zorgt ook in Nederland wel voor flink wat wind. We moeten er gewoon rekening mee houden dat die donderdag zeer onstuimig gaat worden. Dit is donderdagmiddag kunnen er zelfs nog een paar buien ook vallen. En met die buien dus ook veel wind. Een harde tot misschien wel stormachtige wind bovenland. En aan zee is het niet uitgesloten dat het buiten gaat. Er zelfs even negen boven komt te staan. Windkracht 9 is allemaal mogelijk in combinatie. Met zware windstoten. Dat is dus Storm Dudley. Op hetzelfde moment op deze weerkaart zien we een nieuw lage drukgebied ten westen van Ierland. Dit is ook al een lage drukgebied met een naam. Ook nu heeft de Engelse weerdienst deze depressie al een naam gegeven. UNIS is dit. En dit lage drukgebied dat zal ook over Groot-Brittannië trekken en voor zeer slecht weer gaan zorgen op vrijdag. Opnieuw veel wind. Maar de koers van het lage drukgebied dat is nog niet helemaal zeker. Trekt dat inderdaad zo een beetje naar het noorden of en dat is ook mogelijk, ga ik u zo laten zien. Het Duitse model, die laat het straks over Nederland trekken. Hier zien we in ieder geval de oplossing van het Amerikaans model. En dat betekent ook dat er veel wind komt te staan, weer boven de Noordzee. Vrijdagavond zien we dat heel duidelijk. Maar dus ook langs de Nederlandse kust. We moeten opnieuw rekening houden met een stormachtige wind. Storm misschien wel buitengaats en zware windstoten. Het weersysteem is ook erg actief. Veel regen valt er bij dit lage drukgebied. Er is zelfs kans op sneeuw, heel duidelijk zichtbaar met die paarse kleuren. En dat lage drukgebied dat trekt dan verder richting Zweden, zo de Oostzee in. Ik zei het al, het Duitse model heeft een andere oplossing. Dat ga ik er ook eventjes bij pakken, want het is best wel interessant om te zien. We beginnen weer even met Storm Dudley, ten noordwesten van Schotland. Nou, dat heeft het Duitse model ook. Ik zet de animatie aan en dan zien we dat lage drukgebied hier trekken richting Noorwegen. En als ik dan de animatie ook even stopzet, dan zien we heel duidelijk dat windveld... boven het midden van de Noordzee, de zuidelijke Noordzee en ook langs de Nederlandse kust. Ook boven land waait het, hardwindkracht 7 op die donderdag, een onstuimige dag... Het worden, maar misschien wel een stormachtige wind of zelfs storm in het Waddengebied in het noorden. Dat is allemaal goed mogelijk. En het Duitse model heeft ook die tweede stormdepressie, want die komt straks vanuit het zuidwesten opzetten. Daar komt die aan. Dat is dan storm Junius, maar met een veel zuidelijker koers volgens de Duitsers. En als we dan even de kaart stopzetten en dan is het vrijdagmiddag, dan zien we dat dat lage drukgebied precies boven Nederland ligt, heel weer actief, heel veel regen, natte sneeuw misschien wel in het noorden is allemaal niet uitgesloten en ook veel wind. Hoewel in het oog, laat ik het zomaar even noemen van de depressie zal dat met de wind wel meevallen, want het windveld zit natuurlijk aan de Zuidkant, maar ook aan de westkant Want als ik de depressie verder laat afdraaien Dan zien we dat er in de avond wel een hele Stevige noordwestelijke stroming komt te staan En nog steeds ook flink wat neerslag Boven Nederland, dat is ja Gewoon ronduit vies weer Winderig weer is dat, en dan komt daarna wel Weer een uitlopertje van een hoog drukgebied Onze kant op, maar dan volgt ook wel weer De volgende storing, want het blijft gewoon Heel wisselvallig met die westelijke stroming Kortom, we zien twee actieve depressies later deze week in onze omgeving. De koers van het eerste lage drukgebied lijkt vrij zeker. Daar gaan we een flink windveld van meepakken in Nederland. En de koers van het tweede lage drukgebied, daar zit nog wel wat onzekerheid. Wordt dat zo'n zuidelijke koers die ik net liet zien? Of wordt dat toch een wat meer noordelijke koers waardoor we meer wind meepakken, maar minder weer, om het maar zo te zeggen? Daar zit nog wel wat onzekerheid. En dat zal allemaal in de loop van de komende dagen duidelijk gaan worden. Ik wil toch nog eventjes aangeven de onstuimigheid waar we mee te maken hebben. Want we zien eigenlijk vanaf woensdag gewoon al constant zware windstoten. In de verwachting, we kijken hier voor de regio Noordwest. Aan zee en in het Waddengebied zal het nog wat heftiger zijn. In het binnenland iets minder heftig, maar ook daar komen zware windstoten voor. En dat geldt dan voor de woensdag, voor de donderdag, voor de vrijdag, maar ook nog voor de zaterdag. En met name op donderdag en vrijdag zien we ook die oranje kleuren terugkomen. En dat betekent windstoten boven de 100 km per uur. Kortom, dat zijn zeer onstuimige dagen. En moeten we ook rekening mee houden dat dat tot problemen gaat leiden. De windstoten kunnen tot schade leiden. Maar u moet zich ook voorstellen, als bijvoorbeeld het Duitse model. Het bij het rechte eind heeft op vrijdag. Met al die regen en, en die natte sneeuw, die ook mogelijk is in het noorden, in combinatie met wind. Dat zorgt bijvoorbeeld vrijdag later op de dag voor een zware avondspits. Daar mogen we dan rekening mee gaan houden. Nou, wat het precies gaat worden op die vrijdag, dat moet natuurlijk de komende dagen duidelijk gaan worden. Houdt u daarom ook de weersverwachtingen goed in de gaten als u van het einde van de week van plan bent op pad te gaan. Want uh, ja, het weer kan een behoorlijke spelbreker zijn. Nog fijne dag.